Groningen is een slimme stad. We studeren, onderzoeken en ondernemen wat af. In Slim in Stad gaan wij naar die plekken waar dat allemaal gebeurt. I'm ready. Ik ben Jeroen en ik ben lid van het Top Dutch Solar Racing Team. Ik ben het meest trots omdat wij een zonneauto bouwen met MBO, HBO en WO studenten. Zo'n solar racing gebeuren, ik ken dat alleen maar van technische universiteiten. Dat hebben we toch helemaal niet in Groningen? Nee, dat hebben we inderdaad niet in Groningen. Maar zo is eigenlijk ook ons project ontstaan. Oh, vertel. Nou, wij begonnen eigenlijk met 5 technische jongens bij elkaar. Ja. Met het idee van wij willen gewoon een gaaf project doen. Mm-hmm. En wij hadden al meerdere keren de World Solar Challenge voorbij zien komen. Ja. Technische universiteiten die daarmee bezig zijn. En wij dachten gewoon, dit gaan wij ook gewoon doen. Wij kunnen dat hier ook. Wanneer gaan jullie meedoen? We gaan volgend jaar oktober gaan we meedoen. We lopen goed op planning, maar het wordt wel spannend. Kan ik hem misschien ook even zien? Dat gaan we doen. Dit is echt onze testauto. Ja. Dus hier testen we alle mechanica en elektronica op. Dus als, als een soort prototype. Uh-huh. En we zijn nu druk bezig met de uiteindelijke auto. En die wordt een stuk aerodynamischer. En waar staat die dan? Die staat nu alleen nog in de computer, in het ontwerp. Oh, oké. Dit is echt het prototype. Ja, klopt. En is het eigenlijk ook geheim wat jullie allemaal doen? Zeg maar een geheim recept voor de beste auto? Nou, we hebben wel een aantal onderdelen, wat een beetje een geheim van de smid is, zeg maar. Maar we proberen wel zoveel mogelijk ook te delen. Okay. Ook met de regio, om te laten zien van, wat zijn we eigenlijk allemaal aan het doen. Dus niet dat we een aantal jaar geheim ergens op een terrein op de Zernike campus werken aan een project. Ja. Maar ook dat we techniek wat we gebruiken, dat we dat ook weer delen tijdens en ook na de race. Waar zijn de solar, want ik zie dan voor me dat er allemaal van die zonnepanelen op zitten. Ja, maar klopt. Die kan ik hier niet zien. Nee, klopt. Dus die gaan we ook niet op deze auto testen. Hier, deze rijdt gewoon nu puur op accu. En in de uiteindelijke auto komt het zonnedek in verwerkt. Hey Jeroen, is dat je stage of hoe moet ik dat zien? Nou, op dit moment is het eigenlijk voor het grootste deel van het team het fulltime project. En daarnaast doen sommigen nog een beetje wat aan school. Oh ja, studie zeg maar bijzaak, dit is hoofdzaak. Ja, klopt. Oké. Okay. Wij werken nu meestal 40 tot 60 uur in de week wel aan dit 40 tot 60 project. Uur? Ja. Wow. Hoe kom je tot het idee dat dit het eerst moet zijn, zeg maar? Nou, vanuit de race hebben we een reglement. Oké. Dus aan de hand van het reglement hebben we een aantal opties eigenlijk bepaald. En daarbij hebben we eerst een concept gemaakt eigenlijk van wat is het minimum waar we aan moeten voldoen. Mm-hmm. Dus daarom hebben we ook zo'n auto gebouwd. Om niet anderhalf jaar lang alleen maar te gaan tekenen. Ja. Maar om direct dingen te maken, dingen te testen. Mm-hmm. En zo steeds stappen verder kunnen komen. En wat vind je er dan zo tof aan dat je hier zeg maar je hele... Je geeft bijna je hele leven hier aan, man. Ja, het is tegelijk een passie voor techniek. Mm-hmm. En daarnaast is het ook gewoon laten zien wat wij hier kunnen. Zou ik er ook even in mogen rijden? Yes! De testrit. Ja, even. Het lijkt een beetje op zo'n PlayStation ding. Ja, zo gemakkelijk werkt het eigenlijk ook. Oh, fijn. En dan kun je met de rechterhendel kun je gas geven. Rechts is gas, ja. En links is rem. Links is rem, ja. En met je voet kun je ook nog remmen. Ja. Oké. Dat is het? Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja. I'm ready.